Van harte welkom allemaal. Ga snel nog even zitten. Welkom bij dit programma van Denkwerk van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en van Radboud Reflect. Het is alweer het laatste programma van de avond, maar het is gelukkig wel een heel heldhaftig programma. Want we gaan het hebben over superhelden in Oost en West. Superman, Wonder Woman, Spider-Man. Deze westerse superhelden kennen we hier waarschijnlijk allemaal. Maar hoe ziet een superheld in het oosten er nou eigenlijk uit? Wat maakt een held heldhaftig? En is dat in het oosten hetzelfde als in het westen? Nou, daar gaan religiewetenschapper Paul van der Velde en filosoof Arjen Klein-Herenbrink, allebei van de Radboud Universiteit, ons zometeen 40 minuten over vertellen. En nu denkt u misschien zo dadelijk, goh, er zit maar één spreker op het podium. Dat klopt. Paul die wilde heel graag meedoen aan dit programma, maar hij zit in Nepal. En gelukkig heeft hij, om daar omheen te komen, zijn lezing van tevoren voor ons opgenomen. Dus daar gaan we zo meteen eerst 10 minuten naar kijken. Vervolgens heeft Arjen 10 minuten het woord. En daarna ga ik kort met hem in gesprek. Nou, mocht u nu aan het eind van die avond nog vragen hebben aan Arjen, als u een vraag heeft aan Paul, dan is dat jammer. kan ik er niet zo heel veel aan doen. Maar aan Arjen kun je nog vragen stellen aan het eind van het programma buiten de zaal in Doordenken. En dat leg ik straks aan het eind van het programma nog een keer uit. Nou, dan is nu als eerste het woord aan Paul van der Velde. Dus ik wens u heel veel plezier. Heldhaftigheid in Azië, helden in Azië. En waarom kijken wij er zo graag naar? Waarom kijken Aziaten er zo graag naar? Ja, interessante zaken natuurlijk. En ik wil daarbij allereerst eigenlijk opmerken dat je in Azië, iets wat je ontzettend vaak tegenkomt, is dat er uiteraard een geschiedenis is van feiten, van jaartallen, van historische personen. Maar daarnaast is er een enorme geschiedenis waarmee men leeft. Er is een enorme gedachtenruimte en daarin voltrekken de verhalen zich die wij normaal gesproken mythen noemen. En of die mythen nou historisch zijn, of die echt gebeurd zijn of iets dergelijks, dat is in Azië eigenlijk veel minder interessant. Ontzettend vaak zie je dat men leeft met parallel aan deze wereld een soort geïdealiseerde wereld. Ja, en daar komen die grote helden en heldinnen voortdurend in naar voren. Men leeft echt met een soort superwereld naast zich. En daar zijn talloze voorbeelden van. Uiteraard, je komt dat in het gewone leven ook tegen. Er zijn politici die refereren aan de ideale god Rama, omdat zijn regering zo fantastisch was. En dan laten zij zich bijvoorbeeld fotograferen met pijl en boog, alsof ze Rama zelf waren. Dat gebeurt, als in het verleden echt gebeurt. En dat gebeurt nog steeds. Wat dat betreft, de helden en heldinnen belichamen een soort hele ideale wereld. En er zijn allerlei teksten die dit benoemen. Bijvoorbeeld de Ramayana gaat over die ideale wereld. Hè, de Ram Raja, de regering van de ideale heldhaftige koning Rama. Hè, die talloze demonen doodschiet. En tegelijkertijd ook nog een heel hoffelijk persoon is. Dat ideaal kom je voortdurend tegen. Zo ook is er nog een veel groter epos, de Mahabharata, 100.000 regels lang. En dit epos gaat over mensen en over goden. Het gaat over wat mensen moeten doen in het bestaan. Maar continu is er die reflectie naar heldhaftigheid, naar ideaal gedrag. En ideaal gedrag kan soms ook de vorm van geweld aannemen. Want waardering voor geweld speelt rond helden ook zeer geregeld. Een held mag dat, want hij of zij, als het een heldin betreft, is een wezen van een totaal andere orde. Niet van de orde van deze wereld, niet van ons mensen. In zoverre mogen ze een beetje navolgen, een beetje als voorbeeld nemen, maar niet helemaal, want dat zou weer een soort ontwrichting van de wereld impliceren. Maar die heldhaftigheid is er. Zo ook is er bijvoorbeeld natuurlijk de heldhaftigheid van de Boeddha. Dat is wel de meest bekende held die we in het Westen nu inmiddels van Azië kennen. En wat je ontzettend vaak ziet, is dat de heldhaftigheid van de Boeddha in Azië heel sterk wordt benadrukt. Hij is een enorme held, hij is een geweldige boogschutter, heeft de borstkas van een leeuw, et cetera. Hij heeft ook forse tanden. Ik heb hier een tandreliek van de Boeddha. Er zijn heel wat tanden van hem in omloop. Hij zou zelf in zijn tijd 40 tanden hebben gehad.
Maar kopieën van de tanden, en dat is in dit geval heel duidelijk een kopie, daarvan is ook sprake. Dus ja, hoe dicht kun je op de held komen? Door hem na te volgen in pelgrimage. Je gaat naar de plaatsen toe waar de Boeddha heeft rondgelopen. Maar je doet dat ook door zijn resten op te zoeken. Echt puur de lichamelijke resten van de Boeddha. En je gaat als je op pelgrimage gaat, ga je naar de plek Lumbini waar hij is geboren. Je gaat naar Bodh Gaya waar hij de verlichting bereikte. Naar Sarnath waar de eerste preek zich voltrok. Sankasya is ook zo'n plek waar hij uit de hemel is neergedaald toen hij aan zijn moeder had gepredikt. Jetavana waar een heel groot klooster stond. Je wilt echt heel dicht op die held komen, want dat verheft jouw eigen leven. Jouw leven begeeft zich dan van de geschiedenis van de feiten naar de geschiedenis van de verhalen. De geschiedenis van de helden en heldinnen. En dat doe je. Dat wil je. Zo ook een god als Krishna. Ik heb hier een kleine afbeelding van hem als kind. Krishna als kind, als boterdiefje. En die god Krishna, die is ook een grote held. Hij heeft als klein kind al, wurgde hij allerlei nare vijanden, nare demonen, et cetera. Hij was er ook echt goed in. Twee slangen doodgeknepen. Een demonisch kalf doodgeslagen. Een demonisch paard de tong uitgerukt. Dus allemaal niet gering. Een andere vrouwelijke demon, die had zich als een mooie vrouw vermomd, maar kwam tevoorschijn om hem te doden. Had haar borsten vergiftigd. De punten van haar borsten wilde haar borsten aanbieden. De kleine Krishna doorzag dat en zoog haar levensenergie uit haar in plaats van haar gif. Ja, die dingen gebeurden vroeger. Dat had je in die tijd. Maar zo ook. Je wilt Krishna navolgen. Het dorpje Vrindavan, waar ik zelf lange periodes heb verbleven. Wat doen mensen daar? Het stof van Vrindavan, echt de stof van de weg, dat dragen ze op hun hoofd. Want dat stof is ooit aangeraakt door de voeten van Krishna. Maar het zijn doorgaans complete levens. Dus het gaat ook niet altijd goed aan het eind. In het begin is er die mooie geboorte. Er zijn allerlei episoden waarin de grote ontdekkingen worden gedaan. Maar onderdeel van het leven van zo'n godheid of held is doorgaans ook een neergang. Het gaat met zo'n god uiteindelijk niet goed. De Boeddha stierf met enorme pijnen. Krishna is gestorven doordat hij een pijl in zijn voet kreeg. Zijn voet werd aangezien voor de oren van een hert. En een jager, Jaras, schoot daar geheel per ongeluk een pijl in. Hij werd ziek en hij ging daaraan dood. Het zijn wat dat betreft heldenverhalen, maar ook wel heldenverhalen waar een forse neergang in kan zitten. Dus wat dat betreft spelen in Azië de antihelden net zo goed een hele grote rol. Dus enerzijds de grote spierballen. Hè, de Boeddha die zelfs op een bepaald moment een dode olifant over de muur van het paleis gooit. En die olifant komt dan weer tot leven. Nou, dat is bepaald niet gering. In een ander moment wil hij een stel Jains bekeren tot het boeddhisme en legt zijn penis dan 7 keer rond een berg van het formaat van berg Meru. Dat is een wat minder bekend verhaal, maar het staat in het boek van John Powers, A Bull of a Man. Toch een man van formaat, daar kan hij mee voor de dag komen, zou je denken. Hij laat ook op een bepaald moment vlak voor de verlichting een leeuwenschreeuw horen. En die gaat zo hard, die leeuwenschreeuw, dat de demonen die in de hel allerlei wezens pijnigen en lastigvallen, op dat moment zo schrikken dat ze eventjes hun slachtoffers met rust laten. Nou, dat is niet gering als je daarmee ook de hel kunt bereiken. Maar goed, helden hebben ook hun mindere, hun menselijke aspecten. Dat maakt ze ook menselijk. Bhima uit de Mahabharata is een enorme veelvraat. Eet veel meer dan alle anderen bij elkaar. In Zuid-India kan in de filmwereld zelfs de sympathie liggen bij de antiheld, bij de misdadiger. Omdat hij zo herkenbaar is, omdat die dorpsgoden zich ook nooit gedragen en veel drinken. Dat kan. Op Sri Lanka zie je dat Ravana, de demon met 10 hoofden, voor de vernietiging van wie Rama op aarde was geboren, dat er nu in Sri Lanka, dat men het idee aanhangt, dat Ravana niet dood gegaan is. Hij slaapt alleen maar. Ooit zal hij terugkomen. En dan is hij weliswaar crooked guy, een naar wezen, maar toch, hij is een held met zijn 10 hoofden. En hij moet onvoorstelbaar charmant zijn geweest. Zo wordt dat beschreven.
En het is een beetje vreemd. Wij hebben in het Westen zo de neiging om van dit soort helden, van de Boeddha, et cetera, ja, knuffeltjes te maken. Hè, de Boeddha hier is een tuincentrum staat hier, meubelboulevard. Ze hebben zelfs speelgoedboeddha's, hè, My First Buddha. De heldhaftigheid van zo'n persoon wordt hier veel meer terzijde geschoven. Nou, gaat het nou altijd over mannen? Zijn er nou geen heldinnen in Azië? Nou, een heleboel zelfs. Een heleboel godinnen, een heleboel gewone heldinnen zijn er. Een heleboel zijn er. Het is wel zo dat ze vaak heldin zijn in relatie tot een man. Dus hun trouw aan hun echtgenoot bijvoorbeeld, dat maakt hen vaak tot heldin. En ik wil er nog wat dingen uitlichten. De godin Kali, de zwarte godin, die staat vaak met de tong uitgestoken dansend op het lijk van Shiva, het lijk van haar echtgenoot. En nou, er staat nogal als een krijgshaftige dame, staat zij, als een krijgshaftige godin, staat zij op dat lijk. Of ze staat op een grote buffeldemon die ze verslagen heeft en dergelijke voorstellingen. En Indiaanse vrouwen stonden er vaak van te kijken dat westerse feministes soms Kali als embleem kozen. De krachtige vrouw die in opstand komt tegen de onderdrukking. In Azië ligt dat anders. Kali wordt daar gezien als de voedende moeder. Als moeder aarde die haar vruchten aanreikt, et cetera. Ze deelt dagelijks haar juwelen uit. En wij eten die juwelen. Maar één keer per jaar dan eist ze belasting. Dan belichaamt ze in feite de mooie blauwe envelop. Ze belichaamt de belasting. Ze eist dingen terug. En dat zijn de momenten van haar grote feesten. Dashera, Kali Puja. Dan gaat men dierenoffers brengen. In het verleden soms zelfs kinderoffers. Ook dat is gebeurd. Dat werd dan gedaan. Ze is de grote voedende moeder. Maar op een bepaald moment eist ze dat er terugbetaald wordt. Soms eist ze zelfs alles terug. En ja, dat is een heel ander beeld dan de zelfstandige godin die op het lijk van haar man staat. Nou, dit genre verhalen van helden en heldinnen, daar zit Azië echt helemaal vol mee. Improviseren, Ben. Let's go. We verlangen allemaal naar avontuur. Is het startpunt. Want wie wil er nou een normale baan, een normale relatie of een normale vakantie, als je ook een avontuurlijke baan, relatie of vakantie kan hebben. De avontuurlijke versie van een ding, een gebeurtenis of zelfs een mens lijkt in eerste instantie altijd beter te klinken dan de normale versie. Als je om het even welke rol in om het even welk verhaal zou mogen kiezen voor wat je eigen leven betreft, wie zou er dan niet kiezen om de hoofdpersoon of de held in een avontuurlijk verhaal te zijn? Wie zou er nou kiezen om de figurant te zijn in een verhaal waar verder ook niet echt iets gebeurt? Misschien in een soort Scandinavische kunstfilm, maar toch. Hè? Maar let wel, als ik het vanavond over helden heb, dan heb ik het in eerste instantie niet per se over superhelden met bovennatuurlijke krachten. En daar zou een contrast met Paul bestaan, maar even heel kort. Als je in de westerse geschiedenis kijkt, dan kun je je in het oude Griekenland of het oude Rome bijvoorbeeld nog actief spiegelen aan heldhaftige figuren, een Hercules bijvoorbeeld, die kind of, sort of, wel en niet bestaan hebben. Het zijn mythologische figuren, maar tegelijk kun je er bijvoorbeeld voor je huis afstamming van claimen. Dus er is dan altijd een actief aanwezige, bijna bovennatuurlijke, heldhaftige, avontuurlijke laag waar je je aan kan spiegelen. Maar in het verhaal wat ik ga vertellen over de westerse geschiedenis van de notie van avontuur en heldhaftigheid, daarin heb ik het niet zozeer over superhelden met bovennatuurlijke krachten, maar over mensen met een welbepaalde hoofdrol binnen een specifieke verhaalstructuur, namelijk die van een avontuur. En de vraag is, waarom zijn die avontuurlijke helden zo ontzettend aantrekkelijk? Waarom wil je zelf zo graag avontuur meemaken, een avonturier zijn? En waarom willen tegenwoordig hele generaties mensen hun leven op bijvoorbeeld sociale media veel avontuurlijker uitbeelden dan dat het eigenlijk is? En het antwoord op die vraag begint met een stukje geschiedenis.
Kort samengevat is de geschiedenis in het avonturen, verhalen, ontwikkelen in het Westen een geschiedenis van een soort secularisering weg van die mythologische parallelwereld. En dat begint in de ridderromans van de 11e en 12e eeuw, waarin we voor het eerst de woorden avontuur en avonturier op zien duiken. Bij bijvoorbeeld Chrétien de Troyes. De held van die middeleeuwse ridderavonturen trekt een wildernis in en triomfeert daar altijd op basis van superieure deugd. Avontuur draait dan dus om de demonstratie van karakter. Held zijn betekent dan dus niet zozeer dat ze wel ook handig fysiek sterk zijn en goed kunnen vechten, maar vooral de beste zijn, exemplarisch zijn. En dan vooral in morele zin. En dat nam zulke sterke vormen aan dat bijvoorbeeld gedurende enige tijd in de 13e eeuw in Spanje het voor ridders verplicht was om avonturenromans te lezen. En je kon een boete krijgen als je betrapt werd met iets anders. Dus ook toen was het al een cultuur van je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. Goed, maar dan gebeurt er iets interessants. 1 à 2 eeuwen later zijn de meeste van die ridders aristocraten geworden die op hun landgoed zitten en vooral heel veel schuld hebben. Dus die trekken er minder vaak op uit dan vroeger en die lege plek wordt geclaimd door kooplieden. En die beginnen zich actief avonturiers te noemen. Ook zij, zo vinden zij immers, ondernemen allerlei hachelijke reizen in de ongetemde delen van de wereld. Je hebt dan bijvoorbeeld de avontuurlijke goudsmeden, een gilde uit de 13e eeuw in Duitsland. En je hebt een rijke traditie van companies of merchant adventurers in Engeland. De merchant adventurers of London, of Exeter en ga zo maar door. Dat verrijkt de notie van avontuur. Het gaat niet alleen maar om morele deugd. Het kan vanaf dat punt ook gaan duiden, en ook je eigen heldhaftigheid, op een poging tot materiële verbetering van je leven. Tot verovering, tot het vergroten van bezit. En laten we het ook niet vergeten, tot het onderwerpen van anderen aan jou. Dus een avontuurlijke held is dan niet zozeer de deugdkneus, maar ook een veroveraar. Tweede betekenis. En na die kooplieden, in het kielzocht daarvan, zie je dat ook andere professionals zichzelf avonturier gaan noemen. Want zodra avontuur om de verovering van nieuw gebied gaat, kan een wetenschapper zichzelf bijvoorbeeld ook een held vinden. Want ook die reist via telescoop en microscoop immers naar een terra incognita en brengt dat in kaart en onder controle. Een nog veel grotere stap in de democratisering van dat heldenideaal is de opkomst van de schelmenroman en de zogenoemde picareske helden in de 16e en 17e eeuw. Want die kooplieden die erop uittrekken doen dat natuurlijk niet in hun eentje. Die hebben bijvoorbeeld ook bemanning. En daarop wordt voortgeborduurd. Dus in die picareske romans kunnen de helden van verhalen, naast edelman of ondernemer of kapitein, ook doodgewone mensen zijn die buiten de elite van hun tijd vallen. Een weesjongen, een dief of een piraat bijvoorbeeld. En wederom verrijkt dat de notie van wie een held kan zijn en wat er kan tellen als avontuur. Een held hoeft niet meer bij de elite te horen, hoeft niet eens meer te deugen en avonturen hoeven niet meer in zo'n directe zin voorbeeldig te zijn. Ze kunnen nu gaan draaien om dronkenschap, vrije seks, illegaliteit, revolutie, bedrog, kortom, om het overtreden van regels in plaats van ze uit te dragen. We zien daarna nog 2 ontwikkelingen in het Westen. In de 18e eeuw ontstaan er verhalen waarin de held, de hoofdpersoon, een avontuurlijke situatie doorstaat door juist geen avonturier te zijn, door een soort anti-held te worden. Deze hoofdpersonen zijn niet spannend, zijn niet gespierd, zijn niet sexy, ze houden het hoofd koel, ze blijven berekenend, zijn eigenlijk een beetje saai en stijfjes, maar juist daardoor triomferen ze. De klassieke versie daarvan is Robinson Crusoe, een meer, wel in ieder geval in films en televisieseries aanwezige held die je daaronder kan scharen, is Sherlock Holmes. De laatste stap wordt genomen als niet veel later ook psychologische romans massaal in zwang raken. Daarin kan men zich namelijk heldhaftig bezig wanen zonder ergens in de wereld op avontuur te gaan.
Want het eigen onbewuste of de eigen klamme familiesfeer wordt dan het gevaarlijke en duistere terrein waar je worstelt met je demonen en hachelijke veroveringen doet. Het resultaat van deze hele korte geschiedenis is dat voor vrijwel alles, als je dat allemaal bij elkaar optelt en ook steeds behoudt, dat er tegenwoordig voor vrijwel alles een avontuurlijk en heldhaftig ideaaltype bestaat. In reizen, in liefde, in ondernemerschap, in kunstenaarschap, in het uitdragen van regels, in het overtreden van regels, in het overwinnen van jezelf, in het veroveren in naam van de meerderheid en voor het verzet plegen in naam van de minderheid. Ga zo maar door. Maar de vraag is dus, waarom? Waarom is die notie van avontuur in de afgelopen 1000 jaar in al die ontwikkelingen, zeg maar, viral gegaan? Waarom willen we de held in ons eigen verhaal zijn? En waarom is dat idee van avontuur, dat woord, niet gewoon bij die ridders in de middeleeuwen blijven hangen en toen uitgegaan als een nachtkaars? Wat is er zo aantrekkelijk aan het idee van de held in een avontuur zijn? Wat is de belofte die het in zich draagt? Het is niet per se het spektakel. Het zijn ook niet per se de heftige, intense ervaringen. Spektakel en intensiteit kun je namelijk ook beleven in gebeurtenissen die niet de structuur van een avontuur hebben. Er zit bijvoorbeeld een fikse dosis spektakel in allerlei mythes, fabels, sprookjes, legendes en andere verhalen die geen avontuurlijke structuur hebben en die ook niet één heldhaftige hoofdpersoon hebben die triomfeert. Maar waarom zijn die hoofdpersoonachtige avonturenverhalen dan wel de meest populaire verhaalvorm geworden voor onze films, series, boeken en zo verder? Het antwoord op de vraag is, volgens mij en mijn collega Simon Gusman, hier ook in de zaal, dat een avontuur aantrekkelijk is omdat er in een avontuur geen trivialiteit, geen zinloosheid en geen contingentie is. Want in een avontuur draagt ieder element van het verhaal, alles dat gebeurt, gegarandeerd bij aan een betekenisvolle uiteindelijke ontknoping, ongeacht of die ontknoping een triomf is met allerlei succes of een ontroerend dramatisch falen. Wie een avontuur aan het beleven is, kan dus leven met de garantie dat elke handeling, elke gebeurtenis en elke observatie ergens aan bijdraagt. Dat is volgens ons het mechanisme van bijvoorbeeld universiteiten die hun opleidingen aanschrijven als een avontuurlijke opleiding. Of een reisbureau die avontuurlijke reizen biedt. De belofte is, je gaat je niet vervelen en het wordt niet triviaal. Je gaat er iets uithalen dat later betekenis krijgt. In een romantisch avontuur bijvoorbeeld loop je nooit ergens de hoek om waar je zomaar iemand de koffie en de papieren uit de armen stoot. Als je leven een liefdesavontuur is, dan is een dergelijke botsing gegarandeerd een betekenisvolle aankondiging van toekomstige romantiek. In een actieavontuur word je nooit verwond of verbannen door een vijand die je nooit meer tegenkomt. Als je leven een actieavontuur is, dan dient jouw eerste ontmoeting met je vijand per definitie al als een soort opzetje tot de latere zoete wraak die je zal nemen. Als je carrière een avontuur is, dan dient iedere dip en ieder dal gegarandeerd om jou een les te leren die nodig is voor je toekomstige succes. En hetzelfde geldt voor avontuurlijke varianten van liefdesverdriet, van ziekte en van andere vormen van lijden. Kortom, waar avontuur is, daar is per definitie geen zinloosheid, geen betekenisloosheid, geen trivialiteit. Een avontuurlijke vakantie of baan of relatie kan dus nooit echt mislukken, omdat zelfs beroofd worden op vakantie, je doodvervelen op werk of emotioneel falen in je relatie binnen een avonturenverhaal per definitie een betekenisvolle bijdrage levert aan je toekomst. En daar vinden we de kern van de aantrekkingskracht van die heldenrol in het avontuurlijke verhaal in de westerse traditie. De held heeft de garantie van betekenis en zin. De held is per definitie niet de figurant. Dus niet de figuur die gewoon zomaar bestaat. Hoogstens om het verhaal van een ander betekenis te geven.
De held is nooit zomaar ziek. Heeft nooit gewoon domme pech om ontslagen te worden. En maakt nooit een blunder die echt alleen maar dat is. Een blunder. Zonder levensles die eruit voortvloeit. Zonder een pad dat erdoor geopend wordt. En die belofte, dat je als de held in je eigen verhaal, in je eigen avontuurlijke leven, in tegenstelling tot het normale leven, de betekenisvolheid van alles dat je overkomt al per definitie hebt, die belofte is uiteindelijk de reden dat de avontuurlijke held centraal staat in de westerse verhalencultuur. Dank jullie wel. Toch heel blij dat ze de playknop nog hebben kunnen vinden. Want dat had ik het toch niet willen onthouden. Al deze verhalen. Arjen, Paul die had het zojuist. En dat viel me op. Omdat het jij het in jouw verhalen er ook over had. Over antihelden. En toen dacht ik toch van. Ja, als wij in ons hele bestaan zoeken naar helden overal. We zien ze overal. En als iemand niet heldhaftig is, daar dan een antiheld van maken. Maken we daar niet dan daar een andere categorie van held van? En als dan alles en iedereen op een bepaalde manier een held is, is dan niemand het nog? Dat is precies het risico van de inflatie van het begrip held. Het begrip van wat er allemaal wel en niet avontuurlijk kan zijn. In ieder geval in de westerse wereld. Zie je dat op een gegeven moment als ook het verzet tegen, ik wil helemaal niet mee in dat narratief, ik wil mezelf helemaal niet zo'n rol toekennen, dat kan dan ook als een soort heldhaftigheid geduid worden. En daar is heel erg moeilijk aan te ontsnappen. Vooral omdat we tegenwoordig dus heel erg snel het label van held overal op willen plakken. Een ander deel van het verhaal wat ik in de langere versie hiervan zou vertellen is dat je de afgelopen grofweg 20 jaar in een heleboel westerse landen ook echt ziet dat er vieringen zijn waarin dan de brandweermannen van de stad die worden dan helden genoemd. En de mensen in de zorg worden helden genoemd. En de leraren zijn ook helden. En vooruit, postbodes zijn ook helden. En als dus iedereen op een gegeven moment een held is, ook de mensen die overduidelijk geen held zijn, dan blijft ja, die notie wel werkzaam. Maar dan kun je dus inderdaad afvragen van ja, wat betekent het dan in godsnaam nog? En wat is het risico als je om daar zo ontzettend de nadruk op te leggen, om het held willen zijn, het in een helder verhaal willen zitten? Het risico is dat je iets gaat najagen wat niet bestaat. Dus als jij denkt dat je erin kan slagen om en een heldhaftig en dus avontuurlijke baan en een relatie en vakantie enzovoort enzovoort te hebben, dan garandeer je al bijna teleurstelling, dat je faalt. En dat je dan ook nog eens wanhopig gaat proberen om dat falen te zien als een soort, nee, dit is een soort les, als een soort stepping stone voor mijn volgende probleem. Dus dan word je toch gewoon anti-held, als je faalt? Ja, maar het is moeilijk om je daarbij neer te leggen als er een cultuur om je heen is die je constant aanmoedigt om dat anders te zien. Dan zit ik wel te denken. Dus stel je, ik zit te denken aan hoe de held van vandaag de dag er dan uitziet. Want als ik nu denk aan de personen die heel breed worden bewonderd. Bijvoorbeeld, stel je even voor een vlogger. Die juist heel erg het alledaagse laat zien van wat diegene doet. Die mensen worden enorm bewonderd. Er heel veel mensen kijken daar heel graag naar. Maar ik heb niet het idee dat het is omdat ze een bepaald ideaalbeeld belichamen. Maar juist omdat ze relatable zijn, omdat ze herkenbaar zijn. En juist daarin zit de bewondering van mensen. Of in elk geval de aantrekkingskracht. Ja, dat snap ik. Maar de iemand die je bewondert is niet per definitie een held. Dus niet alle bewonderde mensen zijn per definitie helden. Maar je ziet wel dat een heleboel mensen die als bekendheid in de spotlight staan, actief zichzelf bekleden met de symboliek van de heldhaftigheid. En dan niet op de manier die Paul net beschrijft. Hè. Dus er zijn weinig mensen, er zijn geen politici die bijvoorbeeld zelf een leeuwenhuid dragen en met een knots op een podium komen om zich te identificeren met Hercules. Nog niet alles kan.
Maar wat je wel ziet, is er zijn foto's van Poetin die met een ontbloot bovenlijf jagend over de Russische toendra jaagt. Op een beer of zo. Ja, een van de eerste dingen die Emmanuel Macron deed toen hij president was, was abseilen vanuit een helikopter naar een nucleaire onderzeeër. Een van de eerste dingen die gebeurde toen Donald Trump president werd, was het hercirculeren van beeldmateriaal dat hij ooit in de worstelring bij de WWF heeft meegedaan. Dus je ziet wel degelijk, en ook bij bijvoorbeeld bekende ondernemers zoals Richard Branson, zie je dat ze zich heel erg vaak graag omringen met dat aura van heldhaftigheid. Maar waarom trappen wij daarin? Trappen wij daarin? Wij trappen daarin omdat het de... Tenminste, dat is onze hypothese. Wij trappen daarin omdat het de suggestie wekt dat er levens kunnen zijn waarin alles betekenis heeft. Ja. Dus een geniale Elon Musk-achtige figuur of een Tony Stark, Iron Man-achtige figuur, als je de Avengers als een voorbeeld wil nemen, die zit nooit zomaar met een of andere gadget te kloten tijdens zijn ontbijt. Die zit met die gadget te kloten en die komt op een geniaal idee en daar verdient hij zijn volgende miljard mee. Er is geen trivialiteit in zo'n verhaal. De Nederlandse schrijver W.F. Hermans zegt het heel erg goed. Die zegt in de literatuur, en daarmee bij extensie in alle avontuurlijke verhalen, in de literatuur kan nog geen mus van het dak vallen zonder dat het betekenis heeft. En dat is wat we, denk ik, uiteindelijk zo ontzettend aantrekkelijk vinden in dat ideaaltype van een heldhaftig of in ieder geval avontuurlijk bestaan. Van, oh, als ik dat ook heb, als ik erin kan slagen om op de een of andere manier zo'n soort leven te leiden, dan heb ik nooit een dag, laat staan een week, een maand of een jaar, waarin ik me zinloos voel, waarin ik geen idee heb waar het allemaal aan bijdraagt. Want dan heb ik de garantie dat, ook al zit ik me hier kapot te vervelen terwijl ik naar Arjen Kleinerenbrink luister, die weer zijn verhaal afsteekt, dat het in ieder geval down the line nog ergens gegarandeerd aan bijdraagt. Maar als ik dan down the line daar dan toch een les van maak. Dus stel je voor, over 3 weken dan denk ik, oh, dat was een verschrikkelijke avond. Maar ik heb er wel van geleerd dat zus. Ja. Is dat dan altijd problematisch, zou je zeggen? Nee, maar dan bestaat er een... we spelen wel een beetje met de terminologie als wij zeggen avonturen bestaan niet. Dan bestaat er een avonturenverhaal. Dan heb jij de gebeurtenissen in jouw leven achteraf geordend tot een avontuurlijk verhaal dat je erover vertelt. Prima, niks mis mee. We zouden wel heel erg zuur zijn als filosofen als we daar tegen zouden zijn. De verleiding is denken dat dat a priori van tevoren al als het ware in de kosmos ingeschreven stond. Dus heel concreet, wij zeggen graag over bijvoorbeeld Mozart, die is geboren als wonderkind. We zeggen over Michael Jordan, dat is een natuurtalent. En in biografieën of in documentaires over dat soort beroemdheden, kunstenaars, sporters, heb je altijd taalgebruik dat suggereert dat die personen een soort lotsbestemming hadden. En dat hun leven zich dus op een soort automatische piloot heeft afgespeeld. En dat is de boel omkeren. Die mensen hebben door contingente toevallige ontmoetingen waar ze wat van gemaakt hebben en waar anderen hun ook bij geholpen hebben, toevallig dat succes bereikt. Maar dan ga je achteraf doen alsof dat van tevoren al vast stond. En als je die suggestie wekt, dan kom je in een situatie terecht waarin mensen allemaal kunnen gaan geloven, ook ik moet een soort potentieel dat al in mij zit ontsluiten om mijn avontuurlijke reis te beginnen. En als me dat niet lukt, dan doe ik iets fout. En dat is het risico. Maar als wij allemaal continu dan, zelfs als we het allemaal alleen maar achteraf in een soort verhaal zouden gieten waarin wij zelf de held zijn, als we dat allemaal blijven doen, is het dan realistisch om te denken dat we ook dat we tegelijkertijd kunnen stoppen met dat ook van vooruit te gooien, zeg maar? Dat we dat ook vooruit gaan lopen projecteren? Bij die vraag stopt ons boek. Dus dit is ingewikkeld. Nee. Kijk, op zijn minst kun je proberen om niet avontuurlijke manieren van verhalen vertellen te cultiveren. Ook over jezelf. Ook over jezelf in de zin van, je hoeft jezelf niet te zien als iemand die iets verkeerd doet als jij niet dat glorieuze leven leidt
of zelfs daarvan maar een portie weet te bereiken van steenrijke beroemdheden die bijvoorbeeld een heel team aan marketeers en visagisten hebben die fulltime werken om dat leven zo betekenisvol mogelijk weer te geven. En het is natuurlijk heel zuur, soms. En dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een beroemdheid als Kanye West, die duidelijk wat mentale problemen heeft. Bij Kanye West krijgen zijn mentale problemen, door alle media-hype die daaromheen is, krijgen een soort aura, een soort glans. Van, oh, daar is een soort groot mens, duidelijk wel met issues, maar die maakt iets door wat we allemaal zien. En dat heeft dus al een betekenis, omdat ieder moment ervan in beeld gebracht wordt. En daarbij steken onze eigen cognitieve angststoornissen en dergelijke nogal pover af. En dan kun je je dus voelen van, ja, maar waarom slaag ik er niet in om dat te bereiken? Ja. En Paul, die had het er net over dat je als je naar het Oosterse helden kijkt, dat je ziet dat die nog heel erg dicht bij waar mensen überhaupt met hun leven mee bezig zijn, dat die daar nog heel dichtbij zitten. Dus die parallele wereld waar jij het in het begin van je verhaal ook heel even over had, die zit daar nog wat dichterbij. Welke afslag hebben wij anders genomen hier in het Westen? Dat we daar juist, want als ik nu naar jou luister, dan zitten we allemaal best wel dicht bij dat hele helden gebeuren. Maar het is niet een soort parallelle wereld waar we naast leven, zoals in het Oosten, als ik je goed begrijp. Klopt, je hebt dat natuurlijk wel. Dus stel je bent katholiek en je ent je heel erg op een heilige, dan zou je kunnen zeggen, dat is ook een variant van wat Paul vertelt. Van een soort parallelwereld waarin de held die de voorbeeldfunctie vervult in jouw leven en diens levensverhaal, dat is wel echt gebeurd, maar tegelijkertijd begrijpen we allemaal, die persoon heeft een soort quasi of volledig bovennatuurlijke status, dus je kunt die persoon niet worden. En die afstand kan de druk er al een beetje afhalen. Een ander ding wat ik interessant vind in Pauls lezing is dat de mythologische held ook altijd iemand is die gevaarlijk is. Omdat die persoon altijd bijvoorbeeld half god is. Niet helemaal menselijk is of zelfs volledig god is. En daarom, en dat zie je ook bij de klassieke Griekse en Romeinse mythes, soms kan ontsteken in woede en dus gevaarlijk kan zijn. En dus helemaal niet zo eendimensionaal een succesvolle ondernemer of reiziger of artiest is. Dat is ook altijd iemand die een gevaar is voor de samenleving. En dat zie je bijvoorbeeld, en in mijn favoriete voorbeeld daarvan is de Ierse held Cuculain, waarin zijn mythologie heel erg benadrukt was. Dat wordt dat als die dan de bossen inging om tegen allerlei demonen te vechten, werd hij zelf ook zo bezeten van demonische energie, die ook nog na het gevecht door zijn lichaam stroomde, dat er altijd allerlei toeren uitgehaald moesten worden om hem af te koelen voordat hij weer het dorp in mocht. Dus wat ze dan deden, is ze stuurden een troep naakte mooie vrouwen op hem af om hem in de war te brengen. En die hadden tonnen met water bij zich. En het verhaal gaat dan dat de eerste ton, dan is die man nog zo kokend heet van demonische energie, die eerste ton ontploft gewoon waar ze hem ingooien. De tweede ton, daarin gaat het water gelijk zo sterk koken dat alle naakte vrouwen eruit de weg gaan, want dat is nogal pijnlijk. En pas in de derde ton koelt hij genoeg af om weer bij zinnen te komen. En pas dan mag hij het dorp in. Dus met die mythologische notie van helden heb je een veel genuanceerder beeld waarin benadrukt wordt, je kunt je hieraan spiegelen, maar jij hoeft dat niet te zijn. En dat is iets anders dan wanneer wij concrete, reëel bestaande miljardairs, politici, vloggers als onze helden positioneren. Want dan krijg je ten eerste, je kunt dat zelf zijn als een soort constante boodschap. En ten tweede weten we ons dan vaak niet echt een houding te geven als blijkt dat de held toch ook een beetje een slecht mens is. Want dat heeft dan geen plek meer. Dan als laatste vraag misschien. Hoe kunnen we op een gezonde, verantwoorde manier toch de held zijn in ons eigen leven? Of kan dat misschien niet? Dat kan, nou ja, dat begint sowieso met... Als dat op een gezonde en verantwoorde manier kan, dan betekent het dat je die notie van gegarandeerde betekenisvolheid, die moet je eruit slopen. Dat is een te hoge verwachting die je oplegt aan het leven. En de vraag is,
Ik heb daar niet direct een antwoord op. De vraag is dan, maar is die notie van alles in het verhaal van de held heeft een betekenis? Maakt deel uit van die cyclus waar je doorheen gaat, de hero's journey? Is een verhaal dat dat laat gaan nog wel een echt avontuur? En is de hoofdpersoon van zo'n verhaal nog wel echt een held? Ik denk dat jij zo dadelijk nog eventjes met Paul van Tongeren moet gaan praten. Want daar kunnen we nog even verder gaan over betekenis en zin. Dat is goed. Andere Paul. Precies, andere Paul. Ik wil je heel erg bedanken, Arjen. Dankjewel. En ook voor je schakelen in het begin. Groot applaus voor Arjen in eerste instantie.